Nou, ik deed het raam open, want hierna heb je een goede blik in de straat. Corrie Kolders bedenkt zich geen moment als ze 's nachts wakker schrikt van lawaai. Ze stapt uit bed en kijkt naar buiten. En dan ziet ze dit. De zoon van Corrie, Florian Kolders, kijkt een verdieping lager uit zijn raam en maakt met zijn telefoon deze beelden. Nou ja, de brandweer, ja, dat is te laat. Terwijl de brandweer het vuur te lijf gaat, lopen verschillende bewoners de straat op of kijken vanuit hun raam naar wat er zich buiten afspeelt. Er liepen allerlei mensen op straat en praten en fotograferen en filmen werden gedaan natuurlijk. Een beetje spanning, paniek zou ik niet zeggen hoor, maar toch wel. Vreemd midden in de nacht. De auto met een waarde van zo'n 150.000 euro brandt compleet uit. Door de hitte schieten de scheuren in de ramen van omliggende winkels. De politie stelt direct een onderzoek in. Nou, als we kijken naar hoe de auto erbij stond en de intensiteit van het vuur en de sporen die we daar hebben aangetroffen, gaan we uit van brandstichting. De eigenaar van de auto is de in Baarn bekende ondernemer Harry Kinderdijk. Verderop in de straat heeft hij zijn eigen stoffenzaak. Hij wil niet voor camera reageren, maar zegt wel erg geschrokken te zijn. Kinderdijk heeft wel vermoedens over wie er achter de brand zou kunnen zitten, maar spreekt zich daarover niet uit. Ja, we zijn een aantal zaken aan het onderzoeken. Dat is een van de aspecten die we ook meenemen. Maar goed, daar moeten we nog naartoe. Ik bedoel, we zijn nu bezig met sporenonderzoek en er zullen een aantal getuigen worden gehoord. Mensen die afgelopen nacht iets verdacht hebben gezien in de Brinkstraat, roept de politie op om zich te melden.